Amerika hier ook zo goed, hè? Wow, wat gaat daar nu? Ongelooflijk. Wat gaat? Ja. Je voelt ook de hele tijd die druk, ja, hè? De hele kooi zit ook gewoon helemaal vol, ligt hij met die dingen, hè? Schitterend weer tot nu toe, ja. Maar dat hebben we nog niet gehad vorig jaar. Nee, maar dat komt puur door de bewolking dat het inderdaad warmer bleef, denk ik. Of meer dezelfde temperatuur. En je hebt nou gewoon helder. Man, wat weer prachtig weer. Morgen staan we weer in de zon. Ja, heerlijk. Bijna te pakken. Ja. Nou, ik moest er wel van de week aan denken. Wij hebben er nu gestaan. Wat was het? 29 was de maximale de eerste keer, hè? Maar die dagen ervoor was het hier gewoon nog veel warmer geweest, hè? Nou, dan brand je echt wel weg daar, hè? Gewoon op de grond gaan zitten. Ja, ja, dat is echt goed. Ik vind het heerlijk. Lekker die zon. Oh, het is nou nog verder af. Zie je dat? Het beeld is nou nog veel verder af. Ja. Ja, kijk op de grond. Maar die is Me gustó porque era la guaira, la rompía y era ya otro especial. Y las playas tradicionales eran las de antes. Wij zijn inmiddels weer terug op de kamer, althans in het appartement. Maar toch eventjes resumé van de hele dag, want wat hebben we weer een dag meer gemaakt vandaag, Seth? We zijn vanmiddag om 2 uur zijn we begonnen op het plein met een maskletaar van Hermanos Caballé. Half uur zaten we er al, hè? Ja, 11:15 volgens mij eigenlijk al. En het lekkere is, het weer is fantastisch, dus je kunt mooi op de grond zitten. De meeste mensen doen dat dan ook wel. Maar goed, dan moet je 1 uur en 3 kwartier wachten totdat het startschot gegeven wordt. En die was geweldig. Die was knetterhard. Ja, je kunt het anders ook gewoon niet uitleggen. Zo was die. Nee.
echt gigantisch hard. Ik heb nu voel ik het ook wel een beetje in de oren, maar dat is niet alleen van die, maar we hebben van alles natuurlijk daarna nog meer gemaakt. Dus hebben we om 9:30, of we zijn eerst eventjes terug geweest naar het appartement, hebben we even een beetje rustig aan gedaan. En vervolgens zijn we om 7:00 denk ik ongeveer naar die wijk geweest. Dan moet ik gewoon even nadenken wat we allemaal weer mee hebben gemaakt vandaag. Maar dat is wijk... We zijn om 5:30 zijn we weggegaan. We zaten om 6:00 bij de Taco Bell. En we even wat gegeten. Oh ja, we hebben wat gegeten, ja klopt. En daarna zijn we naar Palau gelopen. Daar hebben we ook nog even een uurtje gezeten, denk ik. Ja, klopt. Het was eigenlijk net. Het begon eigenlijk net. Dus ja, toen wij kwamen, toen waren alle hardlopers er nog. En toen was het nog gewoon zoals het altijd is, denk ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat lijkt me al een mooi park om aan te lopen. Dat zeker, denk ik ook. Maar er stonden ook kilometerbordjes aan de zijkant van de plaats. Klopt. Ja. Maar goed, toen kwamen we op een gegeven moment de Nederlanders en... Of de vuurwerk afsteken van niet alleen Nederlanders of wat Duitsers. En toen heel langzaam werd het minder met de hardlopers en meer met vuurwerk. Alleen omdat wij dus om 9:30 die buurtmaskleta hadden gepland staan, zijn we daar naartoe gelopen. En dan waren we weer op tijd. En toen we daar kwamen, hing die eigenlijk nog niet eens voor de helft klaar. Dus daar hebben we een tijdje gezeten. En uiteindelijk was die weer mooi, was die ook hard. Beetje geklungel, want wat ze altijd hier doen is voordat er een vuurwerkshow is, 1 of 2 of ja, het officiële programma, 10 minuten van tevoren, doen ze een signaal, dus een knal in de lucht dat iedereen weet, hij komt er zo aan. Nou, die meneer die dat deed, die had zo ongeveer het vuurwerk nog in de hand toen hij het deed. Ja, dat dus dat ging allemaal net goed. Ja. En vervolgens zijn we vanuit die wijk zijn we richting het Centrumberg gegaan, omdat daar niet de officiële startschot volgens mij ook van, in ieder geval van de Vella op het Playa Ayuntamiento. Zeg ik dat nou goed, Ayuntamiento? Ja. Want het hart begon te kloppen nadat het vuurwerk zo af is gelopen. Maar ik ga nu een beetje snel voorbij aan de show natuurlijk, want... Het was weer schitterend, vorig jaar ook gezien. Hij was nu 3-4 minuten langer. Ja, een opbouw dat je denkt van ja, nee, sneller, sneller, sneller. En dan elke keer eventjes een seconde of twee even rust. Dus het zijn net eigenlijk een beetje hoofdstukken. Ja. Dat gevoel heb ik een beetje. Dus je hebt 1,5 minuut, heb je van alles nog wat. Dan wordt er van alles nog wat uitgebeeld met het vuurwerk. En dan stopt hij eventjes 2 seconden. Ja, en dan gaat hij verder. Ja. En dan komt het volgende hoofdstuk. Ja. En dat gaat steeds sneller en steeds heftiger. En dat laatste gedeelte, dan sta je ook weer te kijken dat je denkt van... Waar komt het vandaan? Zo veel tegelijk, zo snel, zo heel indrukwekkend. Ja. En wij wisten nog van vorig jaar, waren wij ook direct na die show, waren we naar een wijk heen gegaan. Of geweest destijds. Dat was 20 minuten denk ik lopen toen. Ja. En nu stond hij om 9:30 op het programma en uiteindelijk waren we er om 10:15. Maar dat was wel heel leuk, want dat hebben we dus vorig jaar ook gezien. Maar dan gaan ze dus met allemaal vuur eigenlijk, hebben ze een compleet pak aan. Allemaal mensen, een persoon of 6. En dan gaan ze dus allemaal met hoe moet je het beste uitleggen? Ja, het zijn pakketjes. Die ze aansteken en daar komt, in het begin komen er allemaal van het koud vuur uit, denk ik, van die spetters allemaal. En daarna komt het lijkt allemaal meestal een ijsfontein. Ja. Een beetje. Ja. En die waren heel groot. Maar dan heel groot inderdaad. En dan vliegen ze alle kanten op. Ja. En die mensen die staan dus in die kooi, terwijl dat allemaal afgezogen wordt en heel veel tegelijk. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Duurde ook weer net zo lang als vorig jaar, denk ik wel 20 minuten. Ja. Maar we stonden nou een heel stuk dichterbij. Dat is wel, wij stonden vorig jaar helemaal op het eind. Ja, klopt. We stonden vorig jaar stonden eigenlijk helemaal aan de kopse kant als het ware. En nu stonden we in de breedte. Ja. In de breedte, heb ik al eerder gezegd, moesten anderen heel hard om lachen in de breedte. Maar in de breedte van de kooi in ieder geval. Dus dan kon je precies zien wat er allemaal voor je afspeelt. Nou, en toen kwam als, ik wil zeggen als afsluiten, maar het was een hele...
hele show eigenlijk, die kwam met eerst een gigantisch harde mascleta en met potten en met, ja, het was wel echt heel indrukwekkend. Dit was ook, vorig jaar was hij ook al zo goed, maar ook dit jaar was het wel de beste mascleta die we tot nu toe hebben gezien. Ja. Weet je dat je gewoon... Wat heb ik nog steeds wat in het haar zit? Je hele haar zit gewoon vol met allemaal stukjes. Oh ja? Dus allemaal van die laatste, volgens mij was het in ieder geval niet telbaar. Maar er kwamen geen stukjes naar beneden. Tenminste, kan ik me niet herinneren voor ons. Nou ja, goed. En uiteindelijk zijn we vanuit de laatste wijk zijn we dus weer teruggelopen richting het centrum van Valencia met het plein. En daar zit ons hotel ook heel dicht in de buurt. En wat we net al zagen, dat was heel leuk. Alleen we moesten ontzettend nodig naar het toilet, dus dat kon eventjes niet meer. En we weten dat het de komende dagen ook nog... vaker voorkomt, is dat er dus spontane feestjes zijn midden eigenlijk op straat. En dus dan moet je je voorstellen dat je een smal straatje hebt waarbij een DJ aan het draaien is. Aan de kopse kant van de straat als waar aan het draaien is. En het hele straatje staat vol met mensen en allemaal feestvieren. En... Ja. Want vandaag is Las Fallas eigenlijk officieel begonnen. Tenminste het... Ja, het hoofdprogramma, dat is van de 15e tot en met de 19e. Dus, dat hebben we eventjes net gezien. Maar we zijn dus doorgelopen naar ons appartement, want er komen nog een paar hele late avonden aan. Ah, vanmorgen... Het is natuurlijk al half drie. Nee, het is ook heel laat al, het is 2:30. Dat klopt. Ja, is ook zo, maar goed, ja. Het is net alsof je elke dag, omdat je... Nou, het wordt niet echt later tot nu toe, hoewel vanavond wordt wel weer iets later dan gisteren, ja. Maar... Gisteren lag jij om 2 uur in bed. Ja. Ik denk om 2:30 uiteindelijk. Ja. Maar het is wel zo dat ongemerkt gaat die tijd elke keer ietsjes vooruit. Nou, dat we vorig jaar eigenlijk ook. Ja, en toen hadden we ook dus nog de reisafstand. Ja. Want nu is het, zitten we heel dicht bij het centrum. Ja, maar je hebt de reisafstand nu wel lopend, hè? Klopt. Ja, het was vandaag weer 24.000 stappen op de telefoon. Ik zal het eventjes moeten bekijken wat het vandaag uiteindelijk was. Volgens mij was het rond de 25.000 stappen. Oh. Terwijl Kevin volgens mij daar nog even zijn mascleert aan het bekijken is wat hij zelf gefilmd heeft. Oh nee, dat is die van vanmiddag, hè? Ja. Ja, dat was ook gigantisch. Even kijken, wij hebben, dit is ook toevallig, 24.000 stappen, exact. Ja. Nou, dat kan toch haast niet. 24.000 stappen vandaag. Gisteren. Ja, gisteren. Omdat vandaag nu al, hebben we er nu alweer. Dus dat betekent 19,2 kilometer en wij hebben vandaag, dus na 12 uur, dus in de laatste 2,5 uur alweer 5,2 kilometer gelopen. Dus, dat is, tot nu toe 25 kilometer per dag, zo ongeveer de laatste 2 dagen. Ja. Maar wat leuk is, en dat wil ik nog eventjes vertellen, is vanaf morgen beginnen de kastelen. Dat zijn de Castillos Artificial, als ik het goed zeg. En dat is in de rivierbedding heb je dan gigantische opbouwende vuurwerkshows eigenlijk. Vuurwerkshows, en dat moet dan de kastelen. Een kasteel moet dat voorstellen als ware. Nou, dat was vorig jaar was het ook heel indrukwekkend. En het is, alleen dit jaar is het op een andere locatie. En voor de kennis, het is in de buurt van de Helm in Valencia. Het, hoe noem je het ook alweer? Is het iets van congrescentrum? Maar dat begint morgen. En dat is morgen om 12 uur. En ik geloof dan de volgende dag is het om 1 uur. En de... Finale klapper is dan weer de volgende dag, die is om 2:30. Dus ja, zo zie je, of dat is wat een beetje wat ik bedoel, elke avond wordt het steeds later en later en later. Maar goed, dat is ook hartstikke leuk hier, want uitslapen, dat doen we dan wel een beetje. Nee, uitslapen doen we wel. Uitslapen, maar ons nachtrust wel, maar het is gewoon het is alleen, later. De tijd is compleet veranderd, dus daar waar je normaal slaapt tussen 10 en... Of 11 en 7 slaap je hier tussen 2, 3 of 4 en 11.
Ja. Zo moet je het zien. Dus dat is het programma voor morgen. En nu gaan we nog eventjes gezellig een laatste biertje drinken. En dan gaan we dan straks het bed opzoeken. Lijkt mij een heel verstandig idee. Proost. Proost. En tot morgen. Difícils d'igualar i estan plens de taronges i palmeres és ben comparable València amb Vallès veure en quines deze és van mij en nog eentje. Nou, leg je die in bij jou neer. Nou, we zitten hier hartstikke lekker op een terrasje.